Dames en heren, jongens en meisjes, het is zover. Echt, stop met alles wat je doet, want het is zover. We gaan in deze video de eerste paar honderd euro doorheen janken. We hebben nu al iets van 2200 euro aan FIFA-punten besteld. Moeten allemaal nog opgezet worden. Volgens mij staat er nu iets van 36.000 punten op. En dat gaan wij opmaken. Totaal iets dus van 270.000 FIFA-punten. Je ziet het, jongens, ik zit in mijn badjas. Dat komt, ik kom net van voetbal. Het is nu 10:50 s'avonds. 1 oktober en ik heb geen zin om me aan te kleden en jullie moeten het gewoon doen met El Yogo in een badjas. Misschien brengt het geluk, een mooie badjas. Kijk, het is een schitterende badjas en wie weet kijken er wat dames, dus ja, je weet maar nooit. Goed jongens, we hebben maar 10 uur tot en met maandagavond 12 uur. Dus elke minuut die wij het spel opstarten, moeten we goed gaan gebruiken. Om nog wat spannender te maken, ik zet mijn sexy bril op. Kijk, daar is die. Doet het altijd goed, jongens. Een bril. We gaan FIFA opstarten. We hebben nog 9 uur en 59 minuten. Oké, er is al een minuut van ons afgesnoept. Ik weet niet hoe. Maar we starten FIFA nu voor het allereerst op. Dat is zo lekker. Dit. Nou, moet je als jullie middelste doet. Oh, dat weet ik wel. Maar ja, ik moet het overzetten. Kom op, jongens. Daar gaat hij. We hebben weinig tijd. Goudpakketten. Premium goudpakketten. Jammer dat ze nooit gelijk met zieke promo's komen. Maar daar gaat hij. Het eerste pakketje van het zware, vette, overrated joch. En het is geen walkout. Dat kunnen we dus zien. Het is zelfs Koscielny. Een non-rare kaart. Oké, we beginnen slecht. Ake! Ik zit niet eens op te letten. Pekken Ake. Hoe duur is Ake? Ake is extinct, klopt dat? Dat betekent dat die 10k dat hij sowieso weggaat. Dat is eigenlijk een beetje de eerste goede Ake. Schrijf erop. Kom maar. Kom op, een keer een borden. Een keer een walkout, jongen. Wat is dit? Kom eens op, man. Ja, daar is hij. De eerste borden van het joch. Het is Vertongen, denk ik. Ja, daar is hij, jongens. De eerste borden. Van het joch. Het is ongelooflijk. Maar daar is hij toch. Echt. Och, wat ben ik daar trots op. Vertongen. Oké, jongens. Daar komt hij. Misschien helpt dit. Het masker. Kijk. Misschien gaat het nu gebeuren. Nee, het werkt ook niet. Ja! Het is weer een bord. Maar het is... Donnarumma, maar goed, Donnarumma. Die is wel een aardige rating, 85. Zullen we eens even checken wat die knol waard is. Hij kost namelijk 6000 muntjes. Dat valt mij. Ja, een walkout! Kom op! Kom op! We kunnen het! Lewandowski! Nee! Dit is vies. Maar we hebben een walkout. De eerste walkout van de video. Goed, Lewandowski is trouwens ook niet zoveel waard. We gaan even kijken wat onze Poolse kameraad waard is. 11.000, maar Lewandowski is... Ah, die is wel heel veel waard. 195.000? What the fuck? Ik heb hem echt vanmiddag voor zoveel minder erop gezien. Ja, er zijn weer borden, of niet? Volgens mij, ja, dit zijn borden. Ik kan het inderdaad zien. Ik weet nu hoe het moet. Dit is Christian Eriksen trouwens, jongens. Daar is die 85 rating. Maar je ziet aan de onderkant, in de verte zie je dus dat het borden is. Als daar een kleine gleuf is, zeg maar, onder de rook, dan kan jij zien dat het borden is. Dus op het moment dat die wordt geopend, kan je nu al wel inderdaad zien of het direct borden is. Dus dat is wel vet. Oh, dat gaat niet goed. Daar is hij, een Belg, een kam. Het is Lukaku's broer, Nainggolan. Kijk, dat is toch weer lekker, jongens. Nainggolan, van wat gaat die dan weg? Nainggolan, die is toch wel 20k waard. Kijk, dat is misschien wel bijna een van de duurste die we hebben gepakt. Maar goed, die was chill, jongens. Nainggolan, heerlijk. Daar is El Yogo heel erg tevreden over. Dus dit is mijn laatste packie voor ja, dit moment dat je mij in de badjas ziet. Morgen zien we weer fris, als ik nu niks pack. En het is geen walkout. Het zijn ook waarschijnlijk geen borden. Dus jullie zien mij over een paar seconden weer in de frisse, frisse El Yogo. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. We hebben lekker geslapen. Het is nu
10:10 in de ochtend en ik heb een lekker petje op van 39 Caps. Je kent het jongens, 39 Caps van Koen Weiland. Neem even een kijkje bij die website en bestel even een mooi petje. Ik vind deze wel heel vet, vooral als je zoals nu, als ik een zwart vestje aan heb, dan is het niet mooi als je altijd een zwarte pet draagt zoals ik. Dus een mooi gekleurd petje, doet Weiland goed jongens. Oké, we gaan weer verder jongens, ik heb er weer zin in. Ik heb 310.000, alles is verkocht. We gaan verder. Een van mijn beste vrienden net, Marvin Homan, pakt gewoon even met een paar euro die hij op zijn balans zet. Kanté, dat was fucking ziek. Ik keek met hem mee via FaceTime. Pakt gewoon gelijk Kanté. Dus ja, laten wij ook gewoon voor zoiets gaan. Kijk, het is wel Chelsea, dus we zitten al in de buurt. Oh, ik zat niet op te letten. Wat is dit? Who the fuck is dit? Ik zat niet op te letten. Hakimi, oeh. Die is best wel goed. Ik kreeg echt net een appje, een belangrijk appje binnen. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Maar Hakimi, die noteren we jongens. Wat zal die waard zijn? Ik ga even kijken. 7,5k, dat is wel lekker. Oké. Kom op. Ah, geen walkout. Oh, Davies. Die is ziek. Die is ziek jongens. Hoeveel is die waard? Even kijken. Dit is misschien wel mijn beste pack tot nu toe. Klik ik hem door. Oh mijn god. Hoe duur is deze gozer? 55k jongens. Voor mijn beste pack tot nu toe. Een 81 rating. Oh, Alfonso. Wat doe je me aan, jongen? 55k, dat is heerlijk. Kijk, jongen, daar gaat hij. Dit is perfect. Mijn beste pack tot nu toe, jongens, is een 81 rating speler. Kijk, daar doen we het voor. Borden. Kam. Ziyech! Het is Zito de Ziyech. En volgens mij is Ziyech extinct. 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 Oh nee, hij kost weer geld. 36k, oké, daar zijn we ook heel erg tevreden over, dames en heren. Dus dames en heren, helaas is mijn camera ermee gestopt. Dus ik moet het heel even op deze manier doen. Je ziet dus een lelijke webcam nu. Oké, maar goed. Misschien brengt dat geluk. We gaan het zien. Ik verwacht... Nee, oké, helaas. Maar goed. Je ziet het even, het laatste stuk van deze video, op deze manier. Wie is dit? Oeh, Marcelo! Elke keer, dat is wel ziek. Ik krijg gewoon weer precies op dit moment een appje. Ja, het is ook echt... Voor degene die soms nu echt kijkt en denkt van, wat is die gast aan het doen? Ja, ik heb zoveel achter elkaar zitten openen en het is zoveel meuk. Dus soms dan ben je gewoon weer net niet aan het opletten en dan pack je weer ineens wat of wat dan ook. Ja, voor wat gaat Marcelo weg? Oh, helemaal niks. Dat is jammer. Maar het is soms gewoon heel pittig, want je bent echt veel aan het openen. En kijk maar, je packt nu bijna echt niks. Ik heb pas één walkout tot nu toe, jongens. Eén, kijk, dit is van die non-rare, dit soort spelers. Ja, daar word je gewoon niet echt blij van. Ja, een walkout! Eindelijk! Kom op, in goed hand! Nee. Eindelijk een walkout. Eindelijk. En dan moet het gewoon de Franse vlag zijn. Maar oké. Sommer. We noteren. Maar oh, eindelijk. Echt, ik zweer je. Nou, ik heb echt een paar uur naar het scherm zitten staren met alleen maar meukpakketten. En dan krijg je eindelijk een walkout. Je moet er daar heet, maar ook op letten dat hij nog komt. Oh, wel. En Aspilicator erbij. Oké, dit is geen slecht pakketje. Maar, ja. Oh, man. Heb je eindelijk een walkout. Nou, zo fucking lang. En dan... Ja. Dan moet het gewoon niet goed zijn. Maar goed. We accepteren, jongens. We accepteren. Oké, kom maar. Ja, het is er één. Kom op, Argentinië. Ik haat dit spel. Oh, het is een inform. Oh, what the fuck. Toch wel, hè? Argentijnse doelman die zo hoog is. Ah, what the fuck. De emoties spelen alweer hoog op, jongens. Jullie voelen 10k is die maar, oké. Maar goed, het is een team of the week. Team of the week, hoe je het ook wil noemen. Het is, ik ben blij dat we hem even pakken. Ja, die gaat voor niks weg waarschijnlijk. Dus die kunnen we gewoon discarden. Ja, eigenlijk kan je hem discarden. We discarden hem gewoon. Oh, what the fuck. Ik dacht, oh... 18 hier en een walkout. Ja, dat is natuurlijk raakt dan. Dan denk je.
even op adem komen. Twee pakketten, kom maar. Laatste twee pakketten voor deze video. Want ja, ik heb natuurlijk nog fucking veel geld, jongens, over. Maar dat gaan we allemaal in losse video's verspreiden. Dus dit is de eerste video. Dit was de eerste 300 euro die we er doorheen janken. We hebben dus nog iets van 1900 euro om op te maken. Dus dit is het laatste pakketje, jongens. Daar gaat hij. Het laatste, allerlaatste pakketje. En het is in ieder geval een rare speler, oké? Okay? En we gaan zien wat het gaat worden. Het is en Zonzi met 34 pace maar liefst. Oké, dit was de laatste pack, jongens. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. Laat even weten als je dit leuk vindt of dat ik het live moet gaan doen. Ik denk dat het wel leuk is als ik gewoon video's doe, want heel veel mensen gaan al live. Dus het kan ook wel live en dan ik later video's maak. Maar ik denk video's en elke keer gewoon een video van of 300 euro of 200 euro of 400 euro. Weet je, dan hoef je ook niet hele lange video's te maken. Maar gewoon echt om de twee dagen even een korte video met alles wat ik heb gepakt. Wat mijn team op dat moment is. Laat even weten. Als jij dat leuk vindt, like even deze video. Abonneer op het kanaal van het zwijn, het vette joch. Hoe je hem ook wilt noemen. En dan zien we elkaar snel weer, mensen. Ciao, ciao. Bye bye.